interesse dus zielig te zijn. Ja, waarom juist op die hete plaat? Want ik denk toch wel dat die plaat heet zal zijn. Dat weet ik niet, het waait hier wel, maar... Nou, en ik leg dat gewoon onder de stoel. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag gewenst en welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag maandag, de 12e van de 9e, de 2022 en we leven om 14 uur 26. En ja, ik kom net uit mijn bed rollen. De meiden zijn wel altijd een aantal keren in de tuin geweest. Rijka is niet in orde, die heeft al openlopen te geven. Ik ben niet in orde, ik heb stralende hoofdpijn tegen migraine aan. Dat, ik kan niks op mijn hoofd hebben. Vandaar dat ik ook niet opgemaakt ben. Ik heb wel een kam door mijn haar heen gehad, verder snoppen niendo. Ik bekik het allemaal maar. Het hoeft voor mij allemaal niet. Nee, maar ja, de meisjes moeten er even nog uit. Ik ga even lekker lopen. Eventjes het zonnetje in, even genieten van het weer. Want dat doe je toch even goed om wel. En ja, Rijka die ligt zielig te wezen. Ja, ik zal jullie weer proberen even om te draaien. Dan lijkt ze dus zielig te zijn. Ja, waarom juist op die hete plaat? Want ik denk toch wel dat die plaat heet zal zijn. Ik weet het niet, het waait hier wel, maar... Nou, en ik leg dat gewoon onder de stoel. En Kandalf, die heeft net eten gehad, die zit achter de deur, zodat ik zo even kan gaan lopen. Daarna mag die eruit. Hé, meisje? Ja, zegt Mia tegen het leven. Nou, ik zal jullie weer proberen om te draaien. Ik moet eerst alles even... Oh, het is zo moeilijk voor mij allemaal nog. Komt allemaal wel goed hoor, daar niet van. Zo. Dan moet het luikje weer andersom draaien. Die kant op. Nee, dat wil niet. Waarom wil dat niet? Die kant op? Ja, dat wil wel. Ja, dan zit ik nog ingezoomd. Zo. Dan ben ik weer normaal. Ja. Maar oké, ja, aldoende leert men. Maar als ik zo ben, dan weet ik het ook niet hoor. Nee. Dan wil denk ook niet, dat wil niks. Maar ik denk dat ik daarin niet de enige ben. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Want het is gewoon prachtig mooi weer. En probeer ook een beetje met ons mee te genieten. De haartjes zweven om me heen van de dieren. Nee, komt ervan als je de deur open hebt. En dat is ook wel lekker. En Claudia die komt niet. Nee, die komt morgen pas. Dus ja. Ik kan verder niet weten. Nee, nou ik zou zeggen lieve vrienden, geniet ze en geniet ook zeker met ons mee. Rijka. Rijka. Rijka.
Oh. Zo, lieve vrienden, ja, ik ga er weer even vandoor met mijn lieve meisjes. Die moeten er weer even eruit. Ze mekkeren en ze doen. En Rijka die loopt nog steeds heen en weer met braakneigingen, maar er komt niks uit. Het is inmiddels al 18:47 uur, dus ja, weer eventjes tijd om met ze te lopen. Ik ben ook met de vlog bezig. Daar hoef ik nog 3 dingen aan te doen. Dat is het gedicht, wat jullie zo langzamerhand denk ik wel wat van mij zijn gewend. En er moet een muziek onder en switchen ertussen. Dan is deze weer klaar. Enkel ik ben weer zoals normaal weer vergeten toen af te sluiten. Ik probeer er nou wel steeds eraan te denken, maar... Het is een beetje een raar rijden. Ik denk dat het een dag is geweest dat er iets onverwachts is gebeurd. Want dan sluit ik sowieso ook niet af. Omdat er dan dingen gebeuren nou ja, waar je niet bij stilstaat. En dan denk je er ook niet meer aan. En daar in ieder geval mijn excuses voor. Maar ik zet sowieso ook met een tekst, maak ik er ook altijd een einde eraan aan de vlog. Dus ja, of ik het nou zo doe of met een tekst, maakt eigenlijk 2 keer niks uit. Ik doe het wel, maar dan op een andere manier. Dus ja, ik ga nou lekker met mijn hondjes even lopen, met mijn lieve meisjes. Hè. Eentje zit hier al bij de rollator te wachten. Oh, loop je nou in ene weg? Nou hoor. Maar oké, de tijd loopt natuurlijk door. Het is alweer 1 minuut later. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik wens jullie allemaal natuurlijk smakelijk eten voor degenen die nog eten moeten, net zoals ik. En een fijne, liefdevolle avond gewenst. En uiteraard hoop ik dat ik het niet vergeten zal om vanavond later terug te komen. Ja, en ik ben nog steeds niet opgemaakt, want het is nog steeds niet helemaal in orde daarboven. Want af en toe... Zit ik even met mijn ogen dicht. Ja, maar wil het even niet. Dan denk ik, oh, laat maar weer even. Maar, desondanks, we gaan gewoon door. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, geniet van alles. En tot later hoor. Zo, lieve vrienden, er is weer een tijd dat is aangebroken om weer naar bed toe te gaan. Het is 0:56 uur, dus bijna 1 uur. En ik denk, ik leg dan... Aardig is een keer op tijd op mijn bed voor mijn doen. Ik hoop dat ik wat slapen kan. Ook heb ik weer het een en het ander geleerd van Karin over mijn Google Hub. Ook heb ik die nou via mijn telefoon. Als ik bij wijze van spreken bij Mary ben of bij Marianne of weet ik veel waar. Of bij jou. Ja, dat kan ook. Als je me uitnodigt en ik ben bij jou, ja... Ken ik vanaf mijn telefoon, de Google Hub, opdracht geven, doe dit, doe dat, doe zus. Dus ideaal. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Ik ga nou lekker met mijn meisjes naar boven. De boel heb ik al uitgedaan op 1 lamp na. Maar ja, die moet ik nog steeds wel handmatig doen, want dat is mijn ringlamp. Die gaat niet via de Google Hub, nee. Kan wel, maar dan moet ik een stekker ertussen doen. Ja, maar dat doen we niet. Nee, je moet toch wat blijven doen, hè? Dus ik zeg, lieve vrienden, voor nu is het mooi geweest. Dus welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen.
wat er morgen te verwachten staat. Voor mij, dat is dat mijn pb'er Erwin komt. Claudia die zou komen. Maar ook is mijn tegenmannetje er weer, mijn maatje Luc. Dus die komt ook weer even bij me. Dus ja, een drukke dag. En ik kan niet iedere keer vloggen, want Luc wilde weer niet in. Hij is er al wel in geweest, maar ja. Dan moet hij mij niet gaan hier ook tegelen. En het is mijn huis, het is mijn plaats. Hij weet het wel hoor. Ik mag gewoon filmen. Maar ik probeer er wel mee aan te denken dat hij niet echt herkenbaar wordt. Dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie dromen mogen. En geniet ook morgen van je dag. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Thank you.